En vandaag mogen wij meeproeven. Eigenlijk beginnen we met water. Dat moet gewoon lekker fris zijn. En we ruiken eraan en we proeven dit. En hier mogen geen afwijkingen in zitten. Er zit een klein beetje koolzuur op, dat proeven jullie ook. En dat moeten we net hebben. Dat is het water waar we van mee de bron dus, hè? Direct van hartstikke goed. De tweede wat we altijd doen is de mout. Onze mout, daar maken we een soort thee van. Ja. En die thee, die moet mooi moutig, niet muf geuren. Maar je voegt eerst water toe om het goed te kunnen ruiken? Ja, gewoon droog iets. Droge mout ruik je niks aan. Nee. Dus gewoon een theetje van maken en dan kunnen wij dit gewoon doen. Ja, ja. Zo. Dat is lekker, hè? Dat ruikt lekker. Hè? Lekker fris, dus we hebben nog meer nodig. Onze hop. Die hop die is gisteren aangekomen. Dat is een Hallertauer. Dat is een gebied tussen München en Nuremberg. Ja. En die staat gekend om zo'n wat citrusachtige reuk. Maar luister eens even, vind ik al mooi en aardig, maar ik ken hop als zo dit. Ja. Dus de bloemen van de hopplant, laten we zeggen. En dit ziet er zo uit, wat is dit? Dit is hop 45, het staat hier ook op. Dus eigenlijk 55% die bladeren van die hopbel, die hebben wij eigenlijk eraf gehaald. Want op die kern van die hopbel, daar zitten de lupolines, de bitterstof, aromastof. Weet je toch wel, de lupolines? Die malen we dan en die persen we dan mooi in korreltjes. En die doen we in mooie aluminiumfolie zakjes. Kijk, hier zit nog het labeltje erbij. Dat en dan blijft die hop het hele jaar. Wat mijn vriend Patrick eigenlijk bedoelt, Gérard, is dat dit nogal gestampt eruit ziet. Dus, ja, maar goed, dus vroeger werd het in hopzakken gedaan. Alleen als je die bloem in hopzakken doet en die blijft het hele jaar in dit omgeving staan. Het is een natuurproduct en gaat heel snel in kwaliteit achteruit. En zeker vroeger zaten in die leste hopzakken zaten ook nog twee generaties muizen. Dus dat was ook niet zo lekker. Dus vandaar dat we het nu op deze manier doen. Natuurlijk, halffabrikaten, die hebben we ook nog. We hebben hier een hele mooie triple. Eerst even proeven en dan ruiken. En wat je nu ruikt, is een soort banaanachtig iets. Ja, ruiken jullie dat? En nou gaan wij de frisheid van onze gist ruiken. Ruik maar eens wel. Daar zijn die bananen, die komen hierin terug. Die fruitigheid van onze gist. Ja, dat is ongelooflijk. Hè? Dus de gist is eigenlijk dus wel het meest belangrijke bestanddeel. Eigenlijk 60% van de smaak van het bier komt eigenlijk van onze gist. Zo, hoor je dat?